bananen. Men zegt dat bananen ongeluk brengen tijdens vissen. Je mag geen bananen meenemen in de boot. Maar waarom brengen ze ongeluk? Hebben snoeken misschien wel een hekel aan bananen? Ik weet het niet, maar daar gaan we vandaag achter komen. Onze theorie is dat als snoeken echt een hekel hebben aan bananen, zij deze willen opeten. Dus wij gaan vandaag bananen gebruiken als aas en daarmee proberen een grote snoek te vangen. Ik ben hier samen met mijn gekke maat Dennis. Hoi. En wij gaan banaanbrekende dingen doen. Wauw. Lekker maat. Goed. Wij hebben hier, zoals je ziet, een grote tas vol met bananen. Maar voor de zekerheid heb ik ook een aantal wortelen meegenomen. Want ja, je weet maar nooit, als ze echt geen bananen lusten, lusten ze misschien wel wortelen. We hebben een simpel systeem. Ik ga het nu laten zien. We hebben uiteraard een schepnet, snoekbestendige onderlijnen, staaldraadjes. Ik ga jullie gewoon even laten zien. Hoe ik Dennis hengel mee gooi. Oh my god. Kom even filmen dan. En ik ga jullie nu even laten zien hoe je een banaan bevestigt aan je hengel. We hebben een systeem bedacht. We weten nog niet of het gaat werken, maar we hebben een theorie. Ja, weet je wat het is, hè? Wij denken gewoon dat die snoeken echt een hekel hebben aan bananen. Als je echt ergens een hekel aan hebt, dan wil je natuurlijk het liefst vermoorden. De snoeken hebben nog een scherpe tanden. Dus wij hebben een mooi staaldraadje gemaakt met daaraan een takeltje, twee dreggen, daarboven een draadje van koper. Wij nemen een banaan en aan de bovenkant van de banaan zit een soort stokje en die is best wel stevig. Dus onze theorie is, als we nou hier zo een koperdraadje aan vastmaken en we snijden zo'n banaan een beetje door het midden. Ik ga deze banaan even een beetje lichter maken, want hij is nogal zwaar. Zo'n banaan weegt 150 gram. Is een beetje zwaar om te werpen. We gaan er vast uitkomen vandaag. Ik denk dat dit ongeveer, ja, het juiste formaat is van je banaan. Maar ja, ze zeggen dat het formaat van de banaan niet zoveel uitmaakt. Het gaat er meer om wat je ermee doet natuurlijk. Oké. <Okay. laughs> Goed, genoeg bananengrappen. Het is geel en het hangt achter een auto. Een banaanhangwagen. Oh god, zo slecht. Nou ja, dat wordt ongeveer een beetje het niveau van vandaag. Maar echt serieus, ik denk dat wij aan een banaan een snoek kunnen vangen. Want snoeken zijn gewoon meedogenloze jagers. Ze pakken alles wat beweegt, dus ze zullen een banaan ook wel pakken, denk ik. Ja, ik denk het ook wel hoor. Zo, ik zal u zo meteen even het eindresultaat zien van mijn prachtige banaanconstructie als deze af is. Dit moet hem gaan worden. Dit is hem. De bananenrig. Staaldraadje, koperdraadje, twee dregjes. Ik heb zelf nog een klein aardappelschilmesje. Kunnen de vorm een beetje veranderen. Kunnen misschien de actie wat veranderen van de banaan. Laten we sowieso even naar het water gaan om te kijken wat dit doet. En of dit wellicht iets zou kunnen imiteren. Want ik ben wel benieuwd naar de natuurlijke actie van de banaan. Stroompie. Zoals je ziet heeft deze banaan een geweldige actie. Deze banaan doet niet zoveel, moet ik zeggen. Nou, ik kan hem wel als een soort jerkbeetje binnenvissen. Nou, zoals jullie kunnen zien, deze banaan doet eigenlijk niet zo heel veel. Ik ga hem nog een klein beetje bijcarven. Ik denk dat ik, als ik nog een klein beetje mijn best doe, dat ik er best wel wat van kan maken. Dennis gaat in ieder geval ook een banaan aan zijn hengel doen. En dan gaan wij gewoon kijken of we een snoek kunnen vangen. Let's go. Dit wordt een oppervlakte variant, denk ik. Niet gaan lachen, hè, jij. Ik zou niet durven. Ja, we nemen nog wat extra bananen mee. Ik weet ook niet wat ik doe. Dus ja, ik zie het wel. Het is gewoon een soort trial and error dingetje. Ja, die vissen dan met bananen. Ja, wij. De bananenvissen zijn echt raar. Ja. Het is verkeerde soort. Wat een mooie snor heb jij. Zo, even een nieuw banaantje, Den. Ja, die andere is helemaal opgevist. Hé, maar ik moet zeggen, het verbaast mij hoe goed het blijft zitten. Ja, mij ook. En de actie is ook nog wel grappig. Ja, want jij hebt nu zeker wel 20 minuten met een banaan staan vissen. Ja. Dit is de eerste keer dat je hoeft te verversen. Klopt. Ja, kijk, mijn banaantje zit er gewoon al perfect aan. Hij heeft ook een mooie, mooie actie. Ik heb hem een beetje door nu. Ja, als ik een snoek was, zou ik dit toch gewoon pakken. Dit moeten ze gewoon pakken. Lekker maat. Ziet er goed uit. Nu even naar de actie kijken. Het doet echt niks. Het is wel een soort... Ja, een soort streamer. Ja, ik vind het niet eens zo gek. Hey Dennis. Hey man. Hoe vis je nou eigenlijk zo'n banaan?
Wat is de techniek die je gebruikt? Ja, ik doe het eigenlijk hetzelfde als met jerkbaiten. Ik heb hetzelfde soort setup als Daniel. En je gebruikt eigenlijk je top om actie te geven aan je banaan. Oké. Okay. Nou, zoals je ziet, kleine rukjes geeft hij, die hengel. Ja, kijk, en dan komt die banaan, hè. Hop, hop. En het is afhankelijk van hoe snel die zinkt, hoe snel je weer tikt of hoe snel je hem binnen wil vissen. Of alles is variabel en dat maakt het vissen wel leuk met een banaan. De manier waarop je banaan snijdt, of je nou een besnijdt, geeft ook een verschillende soort actie, of niet? Ja. Kijk, snij hem heel kort, dan gaat hij heel vlot. Hou hem lekker lang, ja, dan worden die slagen ook langer. Ik gebruik vandaag een kort, ja, het is niet echt een jerkbait stokkie, maar het is een, ik gebruik hem wel voor jerkbaiten. Ik heb een Loomis hengeltje, ik denk dat ik hem al 15 jaar heb. Een fast action, heavy, kort hengeltje, 6 voet 6, 1,95 meter. Curadootje, klein reeltje, 71 XG, ja, 30 pond gevlocht lijntje. Staaldraadje, twee haakjes, that's it, het is heel simpel. We zijn een beetje op zoek naar plekjes waar die snoeken liggen. Ja, een beetje in de schaduw, langs planten, dat soort dingen. Het is gewoon zoeken, dat is ook snoeken. Snoeken is zoeken, zeggen ze wel eens. Ja. En dan is ook nog maar de vraag of ze nou echt een hekel hebben aan bananen. Of dat bananen gewoon echt uit den boze zijn tijdens het vissen. Goed, we gaan even naar een andere stek, een stukje rijden. Maar het is wel een plekje waar ook wel flink wat snoek zit. Dus dan moet er vast eentje uit gaan komen. One eternity later. Hoe gaat het vandaag, Daniel, met de bananen? Ja, ze vinden er geen banen aan. Ze willen mijn banaan niet lekker. Altijd gedacht. Dat ze mijn banaan zouden opeten. Ja, ik dacht dat het veganisme en vegatisme gewoon helemaal doorsloeg in de dierenwereld. Maar zo, als we vandaag bezig zijn, ontkrachten we dat meteen eventjes voor de wetenschap. Anders probeer het de volgende keer met een bakje roastbeef. En hier hebben wij dus een wilde Daniel. Het is een soort van landamfibie met kieuwen en zwemvliezen. Joep, ze noemen hem ook wel Freek Vonk van de natte lappen. Het waait gelukkig niet zo, hè? Nee, het waait maar een beetje. Het ziet er wel goed uit hoor, zo. Oh, ik zag hem. Ga je hem vangen? Kom op. Oh, Daniel. Oh. Is hij weg? Hij wil hem wel echt graag. Draai maar hoor. Draai. Ja, vang jij hem, Dennis? Misschien vindt hij jou een leuke nog. Ik ben bang dat ik hem wegjaag. Oh ja. Zie je hem? Kijk of je het op camera ook ziet. Hij is weg nu, hè? Nee. Waar is hij nou? Ik zie hem niet. Oh ja. Ik ga stuk met een banaan. Hij volgt hem zo lang, gek. Ja, dat is wel jammer, ja. Die had je echt moeten vangen. Nou, we balen van net. Ik had gewoon een mooie volger. Ik volgde hem echt heel lang. Tot aan het kantje. Maar, hoppakee niet. Hond? Ja, een held, hoor. Oh, zo'n hond? Ja, een hond. Is dat een duif of zo? Muis. Hij luistert wel. Ja. Ja, dat is ook voor het eerst, hoor. Ja, hiervoor ze zit hier wel. Ja? Ja. Eet ze ook bananen? Nog niet eerder gezien. Nee, ik ook niet. En je probeert het... We proberen met een bananen vis te vangen. Ik kwam net de snoek achteraan zwemmen. Pak hem niet. Hoor je dat, Dennis? Huh? Ring, 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 ring. Bananafoon. Volgens mij word je gebeld. Ja. Hallo? Oh. Ja. Ja, met Daniel. Ja, juist. Oké. Okay. Nee, is goed. Gaan we daar even heen. We gaan naar een nieuwe plek, Dennis. Ik kreeg net een tip. Ja, volgen. Oh. Twee kansen.
komen. Wat een wind, jongens. Dit is niet normaal. Het gaat steeds harder waaien. Windkracht 5, 6, zo staat er nou wel. Ja, niet. Als je kijkt naar de bomen, jongen. Bomen die waaien bijna om. Het is echt niet normaal. Maar, jij hebt net een nieuw banaantje gemaakt. Ja. Dennis vist nu hiermee een platte schil. Met een prachtige actie. Ja, hoor. Laat het eens even zien. Hey. Woep. Zo. Wat skills. Ja, we gaan nog heel veel proberen. Mijn batterij is nog 33% van mijn GoPro. Dan heb ik nog de 360 camera. Ga ik het om mijn borst doen. We gaan die ding nog even een half uurtje proberen. Wellicht dat er eentje uitkomt. Volgens Dennis is dit een goede stack. Ik heb hier echt nog nooit wat gevangen. Ja, snap ik. Maar jij wel, hè? Ja, zeker wel. En sorry trouwens, als je vandaag een beetje wind eruit zit. Ik zal proberen een beetje weg te poetsen. Maar ja, ik kan niet zoveel doen. Flinke wind. We gaan even door en we gaan een snoek vangen op banaan. Want het gaat gewoon lukken. Of nee, toch niet? Zo, daar zijn we weer. 2 weken later en het is weer tijd om de challenge op te pakken met een banaan een snoek te vangen. Ik hoop dat het me vandaag wel gaat lukken. We hebben nu 2 mislukte pogingen gehad. Eentje met Dennis, eentje een uurtje in mijn uppie in de woonwijk bij mezelf. Ik ben nu even naar wat andere plekken. Ik heb even bij de hengelsportzaak net gevraagd of zij misschien nog wat wisten. We gaan het gewoon weer proberen. We gaan gewoon deze banaan omtoveren tot een werkend stukje kunstaas. Tenminste, dat hoop ik. En de snoekenvloek met de banaan proberen te doorbreken. Want ik ben nog steeds overtuigd dat we er een kunnen vangen. We hebben samen met Dennis 2 of 3 volgers gehad. Het moet gewoon kunnen. We hebben nog geen aanbeter gehad. Ja, misschien dat die snoeken dan toch echt gewoon die banaan niet lekker vinden. Maar ja, weet je. Ik sta nu bij een heel mooi slootje. Mooi helder. Veel riet. Veel plantjes. Ik ga het banaantje eraan zetten. Ik ga jullie hopelijk zometeen de eerste echte banaansnoek laten zien die ik heb gevangen. Nou, we gaan eens even kijken of hier tussen de plantjes een snoek ligt te wachten. Trek heeft in banaan. Een vegetarische snoek. Dat is het doel vandaag. Dat moet toch kunnen. Ik weet zeker dat er ergens hier een vegetarische snoek moet zwemmen. Kan niet anders. Laten we gewoon aan de slag gaan, want ik ben tijd aan het verspelen. Let's go. Beet mijn banaan, niet in mijn broek. Kom op, snoekie, pak hem nou. Nee, ik weet het niet. Misschien aan de andere kant van de brug. Bijt de snoek, mijn banaan, vliegensvlug. Oeh, kut. Ik liet er eentje schrikken. Ja! Yes! Yes! Oh yes! Oh yes! Lekker! Ja, we hebben een bananensnoek. Ja, wat lekker zeg. Oh, niet loskomen, niet loskomen, alsjeblieft, alsjeblieft. Een bananensnoek, een bananensnoek. De banaan zit er zelfs nog aan. Nu nog de snoeken aanblijven. Nu nog de snoeken aanblijven. Yes! Oh mijn god. Het is gelukt. Oh, holy shit. Dames en heren. Willen jullie hem zien? Mooi hè? Ja, dat heb je goed gevangen man. Hey. Met een banaan als met aas. Met een banaan niet? Ja, echt waar. Zo. Eerste vandaag. Ja. Nog een beetje op de foto. Ja, dat is goed hoor. Ik ben heel van het filmen. 1 telletje hoor. Wil je samen met de vis op de foto? Ja? Ik ga hem even losmaken hoor. Maar
Nou, leuk hoor. Hey, bedankt dat je even mocht kijken, man. Ja, dat is toch goed? Kom. Kijk, dames en heren. Een bananensnoek. Heerlijk. Het is gelukt. De missie is geslaagd. En ik heb hier een dame die heel graag mee op de foto wil. Dus dat gaan we even doen. Durf je hem aan te raken? Ja. Kijk, hij heeft hele scherpe tandjes. Zie je dat? Oh ja. En ik heb ook een handtekening. Een handtekening? Ja, is goed. Zal ik hem even terugzetten? Ja. Oh, dames en heren. Dit is toch geniaal. We hebben een snoek gevangen met de banaan. Ik ga hem gauw terugzetten. Maar het is gewoon gelukt. Eens even kijken. Zo. Op. Oh, wat klapte die erop, zeg. Wat klapte die erop. Kijk, hij ligt daar te chillen. Super vet dit. Echt super vet. We hebben gewoon een snoek gevangen met een bananenschil. Wat vet, jongens. Het is gewoon gelukt. We hebben gewoon een snoek aan een bananenschil gevangen. Hij klapte erop, jongens. Mijn hemel. De missie is gewoon geslaagd. Oeh, de banaan ging er helaas af. Ik had natuurlijk het mooiste gevonden als we een mooi fotootje konden maken met de banaan nog in de bek. Maar deze snoek hebben wij kunnen foppen met een banaan. En met deze hebben wij dus ook gelijk bewezen dat er ook vegetarische snoeken zijn. Ik ga nog even een paar worpjes proberen, want ik kan het niet laten. Ja, ik moet het gewoon even testen of we er nog eentje kunnen vangen. Gelukkig een rubber netje, maar desondanks zit die haakje zo een beetje in de knoop. Maar wat vet, jongens. Ik sta gewoon serieus. Het is een mini snoekje, maar ik sta gewoon een beetje... Ik heb gewoon adrenaline van deze kleine vis. Oude groene rakker. Jezus, jongen, hij dook erop. Het is ongekend. Maar het is gewoon gelukt. We hebben de bananensnoek. Ik heb er hard voor moeten vissen. 3 dagen. 3 sessies. Maar het is gelukt. Alles zit in de knoop. Alles zit onder het slijm. Gek, man. Dit was het takeltje. Snel nog maar even een nieuw schilletje aanzetten. Dan gaan we heel even kijken of we er nog één kunnen vangen. Maar wat vet, jongens. Zo dik dat dit is gelukt. Yes! Hoppa. Zo. Gaan we weer een nieuw banaantje riggen. Ik denk dat deze wel nice is zo. Yes! Bananensnoek. Holy shit, holy shit. Nog een bananensnoek, nog een bananensnoek. Oh, op dezelfde stek. Nee joh, dat meen je niet. De worp daarna. 2 snoeken in 2 worpen. Kijk dan. Nou, nah, dit meen je niet. 2 snoeken in 2 worpen. 3 dagen lang vechten voor een snoekie. En nu 2 snoeken in 2 worpen. Ho, 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 ho. Ook een kleine druktemaker. Oh, ik ga hem gauw terugzetten. Hoe dan? Nou, dat was niet zo netjes, maar... Andere kant op, maatje. Zo. Yes! Oké, nu wordt het me wel een klein beetje onwerkelijk. Ik vang net in 2 worpen 2 snoeken. Kijk hoe mijn banaan eraan toe is. Ongekend. 3 dagen vissen, 3 sessies. Niks vangen, alleen volgers. En nu ben ik in... Een van mijn favoriete snoekwatertjes. Er zit gewoon heel veel snoek hier. Soms zijn ze heel moeilijk. En nu vang ik gewoon in 2 worpen 2 snoeken. Hoe sick is dat? Ik moet nog even 2-3 stekjes hier pakken. Want dit is zo sick. Stel je voor dat we gewoon 3 snoeken kunnen vangen op een banaan. Het zou zo sick zijn. Oh, wat lekker, jongens. Dit is echt top. Wauw. Moet je eens even kijken. Wat een braasmus hier allemaal zwemmen. Niet normaal, joh. Super vet. Schooltje van 10 vissen, 9 vissen. Soms liggen er wel een dikke snoek omheen. Yes, het is gelukt. We hebben snoek gevangen op banaan. Ik heb het nog even geprobeerd, geen beter meer gehad. Het zonnetje is ook weer vol aan het schijnen. Het is eigenlijk te mooi weer. Net toen ik heel even een klein briesje had en een wolkje, kreeg ik die 2 aanbeten. Ik ga in ieder geval naar huis, maar ik heb het bewezen. Je kan dus met een bananenschil of met een banaan een snoek vangen. Misschien dat ik dit ooit nog eens een keer ga doen vanaf de boot om te kijken of ik ook een meter snoek kan vangen. Maar in ieder geval, het is geslaagd. Ik ben blij. En ja, ik ben blij dat ik ook de moeite heb genomen om 3 sessies te vissen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb er keihard voor moeten werken om een snoek te vangen op een banaan. Dus geef deze video sowieso even een likeje. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie graag aankomende zondag om 7 uur terug bij een nieuwe video. En mooi dat jullie er waren. Bedankt, de mazzel en tot ziens. Later.